Goedemorgen allemaal, wel. Ja, het is nu net 12:02, 2 februari 2018. Ja, ik ben al eventjes aan het lopen, want ik was vergeten om een vlogcamera mee te nemen. Dus dan maar eventjes met mijn telefoon. Ook goed, Lofri is lekker los. Dus lekker rustig lopen. En we lopen nu net al even 20 minuutjes, maar ik loop lekker op mijn gemakje. Niet zo snel, gewoon lekker rustig. Moet ook kunnen. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. En met deze vlog. Nou, ik heb weer vandaag een goede daad verricht. En dan zou je wel weer denken van alweer oordopjes. Ja, oordopjes. Dat vind ik toch wel zo fijn. En vooral als ik gewoon een telefoongesprek heb. Dan kan ik gewoon opnemen in plaats hier ook nog een koelkast aan mijn oor te hebben. Ja. Nou, Roderick die was al dus al een Hoogvliet. Dus daar ben ik ook even nu op weg naartoe. Maar dat ik dus eigenlijk al vanuit Hoogvliet, vanuit de winkelcentrum vandaan kwam, zag ik dus een jongetje dus op zijn rug liggen met eigenlijk pijn. En ik kreeg dus te horen dat de ambulance al onderweg was. Nou, dus ik ben even daar wezen kijken voor de ambulance of die daar onderweg was. Toen was het heel donker. Ja. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Ik krijg het alweer zometeen licht. Ja, kijk, toen was ze weer licht. Maar dan moet ik even me scherp stellen. Ja, toen was ze weer scherp. Ook weer zo handig. Scherp stellen als ik wazig ben. Ja, ik ga gewoon oversteken, vind ik leuk. Ja, nee, maar er was dus een jongetje gevallen. Erg niet handig meer, jongen. Zo je telefoon te houden. Nee. Maar oké, niet mijn probleem. Waar ik was gebleven met mijn vrouw. Ik was dus aan het lopen. Toen kreeg ik dus te horen dat de ambulance onderweg was. Dus ik ga kijken op dat stukje. En, dat de ambulance nog een beetje op zich bleef wachten. Dus ik ben eventjes naar het jongetje gegaan. Hé, hey, gaat de vriend? Ja, tuurlijk, altijd hè. Weet je toch? Ja, gezellig. Oké, goed zo. Dus ik ga nu eventjes het winkelcentrum in. En dan ga ik zo meteen weer verder met mijn gesprek met jullie. De ander hebben. Hey, nou ik ben weer thuis. En zoals jullie zien in de oude vertrouwde omgeving. Daar hebben we Speedy. Joehoe. Daar hebben we Lady. En daar hebben we ook nog in die man zitten. Oeh, de enge man. Ja. Schrik. Ja. Nee, maar zometeen kom ik weer terug op mijn verhaal park. Ja. Ik ga nu even bijkomen. Roderick die gaat nog eventjes wat typelen in de messengergroep voor Max. Dus ja, komt ook wel weer goed. Stel een vraag aan elkaar en krijg geen antwoord. Vraag is dat. Krijg een camera in je hand? Moet je verhaal houden? Over neerslachtigheid, stress, vermoeidheid, concentratieproblemen en geheugen, dacht ik. En wat nog meer? Had ik al stress gezegd? Vermoeidheid? Moet je kijken. Geheugenproblemen dacht ik ook nog. En stress natuurlijk. En neerslachtigheid. Maar voordat we eigenlijk aan de show beginnen, had ik nog even een mededeling. Van de cursus Omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Dank voor de aandacht daarvoor. Dan gaan we nu over op het reguliere programma. Stress. Stressgerealiseerde zaken. Die hebben invloed op het geheugen, concentratie. Dus dat schijnt een vitamine B1, 6 en 12 tekort te zijn. Dat heb ik begrepen. Maar goed. Maar jij wilde een aantal dingetjes, een aantal blaadjes behandelen. Dus dan gaan we gewoon met het eerste blaadje beginnen. Dat heet stress. Even kijken of jullie mee kunnen lezen. Stress. Er zijn meer van die blaadjes. Vermoeidheid. Geheugen en concentratieproblemen. Dat zijn een aantal interessante blaadjes. En dan vraag je van, oké, waar heb je dat nou vandaan? Dat zeg ik niet. Er zijn daar meer van, ja, daar zijn er nog meer van. Maar of dat dan meer van hetzelfde is, of dat het meer is dat er andere onderwerpen zijn, daar krijg je ook weer geen antwoord op. Maar we gaan zo eventjes verder naar de Max. En
Waar ging het in dit vlog eigenlijk over? Helemaal nergens over. Dus dan dank jullie vast voor de aandacht en de rest van het komt dan wel. En Karen heeft het nu niet meer. Nou, eventjes op ons gesprek terug te komen. Ik was dus vanmiddag eventjes naar de winkels. En toen kwam ik dus via het park terug. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen zag ik dus een jongetje dus op en op de grond liggen met twee oudere mensen erbij. Dus ik vroeg van hoe gaat het? Ja, goed. En het de ambulance is al onderweg. Dus ik zeg, nou, ik ga hun even opwachten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Maar toen zag ik dus dat ene vrouwtje die dus ook bij dat jongetje zat. Die dus ook bij, bij de straat stond. Dus ik ben even naar haar toe gelopen. Ik heb eventjes gevraagd van wat er aan de hand was. Hier in het park hebben we dus een hele mooie klimtoestel. Nou, dat maakt niet uit. Maar hij had dus ook eerst gespeeld in het zand. En toen wou hij dus af gaan glijden bij zo'n ijzeren ding waar je dus omheen kan klammen en dan en naar beneden glijden. Wat dus ook de brandweer heeft. Maar hij had dus helemaal geen grip en hij is dus op zijn rug gevallen. Erg veel sterkte voor dat jongetje. Ik ken zijn naam, nu gelukkig, alleen ik ga hem nou niet noemen. Dus ja, ik ben ook even bij hem gebleven totdat de ambulance er was en de ambulance broeders. Ik heb even hun ook geholpen om even wat te dragen weer naar de ambulance. Dus ja, ik heb weer het een en het ander weer meegemaakt. Maar oké, ik ga van de week ook even op school langs om te kijken hoe het met hem gaat. Dus voor de ouders en voor de familieleden heel veel sterkte als er wel wat is gebeurd. En dan hoor ik het van de week wel hoe het allemaal is verlopen. Dus ja. Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan, ook in het ziekenhuis. Dus ja, mijn gedachten gaan toch ook naar dat jongetje en naar de ouders. Dat wou ik toch even met jullie toch even delen. Dat, ja, het zit me niet echt helemaal lekker. En vooral omdat jochie heel veel pijn had. Dus ja. Dus meer kan ik ook niks doen.